Ik ben Dwight. Ik werk nu 10 maanden in het project Jobscore, 3 weken in de kantine. En daar doe ik eigenlijk verschillende werkzaamheden, zoals kassa, schoonmaken, broodjes bakken. Ik heb het reuze naar mijn zin. Mijn naam is Mark Smit. Ik ben coördinator werkgelegenheid. Ik hou mij dagelijks bezig met diverse programma's rondom werkgelegenheid voor bijzondere doelgroepen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Ik ben bij Jobscore terechtgekomen omdat ik was ontslagen van hier het bedrijf. Heb ik een halfjaartje thuis gezeten. En toen kwam de UWV. Die zei je moet aan de slag. Wij hebben een aantal keuzes voor u. Dus Feyenoord is het geworden. We zijn een soort van voorschakeltraject voor deze jongeren om hen sterk te maken naar de arbeidsmarkt toe. Ons uiteindelijke doel is dat ze ook allemaal hier gedag zeggen met een betaalde baan. Ergens in de stad Rotterdam bij een mooi bedrijf waar ze verder kunnen werken aan hun toekomst. Wat Jobscore voor mij betekent, routine, discipline, vroeg opstaan, hard werken, geen woorden maar daden zoals ze zeggen. Ja, het heeft voor mij echt geholpen ook met solliciteren naar verschillende werkplekken. Maar als je normaal gesproken maar 2 kansen krijgt, krijg je hier gewoon een jaar lang volop kansen. Je ziet ook dat de motivatie terugkomt. Als ze een succes hebben, daar groeien ze gewoon van. Dus ze worden zelfverzekerd, dus ze komen steeds meer voor zichzelf op, worden dus assertiever. Mensen zijn hartstikke vriendelijk hier. Ze houden rekening met je. Vooral omdat ze weten, we hebben allemaal een beperking of er is in ieder geval iets. Dus de mensen hier zo, zijn echt goed. Echt Rotterdams gewoon. Het verschil met het Dwight van toen en het Dwight van nu. Ja, ik ben niet meer zo lui. En dat heeft Feyenoord Jobscore me echt geleerd. Dat ik gewoon echt in het leven gewoon er moet staan.